Kijkers thuis, we zijn hier in het ASCC Kwaku Centrum. We zijn op bezoek bij de heer Jules Reysen. Kwaku, dat is gelegen daar dicht bij het Amsterdamse Poort. En daar vinden er een hoop activiteiten plaats. Over de activiteiten gaan we zo praten met de heer Reysen. En natuurlijk, u bent hartelijk welkom hier in het ASCC Centrum. We gaan zo naar beneden met de heer Reysen en we gaan u vertellen wat er de komende dagen staat te gebeuren hier in het centrum. U weet ook dat hier in het centrum heel vaak Sabi Yurutu lezingen en andere activiteiten organiseren om gewoon mensen bekend te maken met de plaats waar ze vandaan komen. Men is tegenwoordig ook bezig met de Surinaamse taal. Opo Sranatonga. Ik weet niet als ik het goed zeg. Maar ja, zo direct praten we met de heer Reysen. En dan gaat u meer horen over de activiteiten die er hier staan te gebeuren. We komen zo bij u terug. Zoals eerder gezegd in mijn aankondiging, we zijn op bezoek bij de heer Jules Reysen. Meneer Reysen, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Reysen, we zijn nu in het ASCC-centrum. Kunt u misschien vertellen waar dat voor staat? Oké, dat staat voor Afro-Surinaams Cultureel Centrum. Ik heb weer een heel rustig en langzaam te praten. Een flinke griep ook heb, dus ik weet dat hij er erg onduidelijk overkomt. Dus ASCC, dat staat voor Afro-Surinaams Cultureel Centrum. Ik heb misschien een logo hier. Ik weet niet of dat zichtbaar is. Is dat zichtbaar? Ja. Nou, dat is dus ASCC Kwaku. Is ongeveer een jaar of 2,5 geleden ontstaan voor te komen uit het jongerencentrum Kwaku, Surinaams jongerencentrum Kwaku. Dat er wellicht nog steeds bestaat als juridisch orgaan. En als ASCC, ja, het woord zegt in wezen, geeft dus aan dat we op een veel grotere publieksgroep richten dan voorheen. Voorheen was het op jongeren gericht. En nu richten we vanzelfsprekend op kinderen tot ouderen. Dus dat is een vrije brede doelgroep op ons moeten richten. Als u een ASCC Kwaku zegt, dan associëren mensen dat met het Kwaku Festival. Ja, op zich is dat niet vreemd. Ik moet alleen nog heel gauw bij zeggen dat het Kwaku Festival, zoals het dus nu bestaat, dat het festival dus het voortgezet wordt als het ware door het oude bestuur, het oude SJC, Surinaams Jongerencentrum Kwaku. Dus je hebt dus in feite dus het situatie waar je dus twee organisaties hebt. Je hebt dus het Kwaku Festival dat zelfstandig doorgegaan is. En je hebt dus een nieuwe situatie gekregen, het ASCC. Maar het ene is het andere voortgekomen. Dus je hebt dus twee zelfstandige instellingen. Het festival dat richt zich erg breed. We kennen de cijfers, honderdduizenden mensen. Die in 6 weken periode toch wel iets leuks mee kunnen maken gedurende de vakantieperiode. En wij werken gewoon de rest van het jaar dus gewoon door in het centrum met culturele activiteiten. Nou, ASCC die staat, net wat ik daarnet gezegd heb, ook garant voor het Sabi Yurutu activiteit. Wilt u ten aanzien daarvan wat uitleg geven? Oké, ik zal het heel kort doen om misschien de kern daarvan weer aan te geven. Wij zijn niet zo lang geleden gestart met een proces dat we noemen het onverwerkte verleden bij Afro-Surinamers. Dan komt erop neer, leven in een andere samenleving, een andere maatschappij, dan krijgen mensen de neiging om op zoek te gaan naar hunzelf, van wie ben ik, van waar kom ik. Ja, als je Surinamer bent of als je in een ander land woont of in het land geboren bent, dan zijn heel wat dingen van jou vanzelfsprekend. Op het moment dus dat je wegtrekt in een beetje vreemde omgeving terechtkomt, dan zullen je dingen opvallen waaraan je dus vroeger niet gedacht had. En een van de belangrijke dingen die we zien is dat migrantengroepen, als je nu Afro-Surinamer bent of Chinees bent of wat je ook mogen zijn, bent,
je ziet dat de mensen op een gegeven moment op zoek gaan, wat ze zeggen, naar hun roots. Ze gaan op zoek dus naar dingen die van hen zelf zijn. En hoe ze zelf de midden van dat stuk proces hun weg kunnen vinden in die nieuwe samenleving. Nou, vanuit die gedachte zijn we een jaar of twee geleden begonnen met een vrij grote proces uit onverwerkt verleden bij Afro-Surinamers. En vorig jaar, en van het jaar ook, zijn we dus begonnen een serie van lezingen die we genoemd hebben Sabi Rutu. Ken je eigen geschiedenis, ken jezelf, daar komt het op wezen neer. Ken jezelf. Dus in het voorjaar hebben we een serie lezingen gehad die gingen over Afrika voor de slavernij. We hebben ergens gesproken over verzet op in Suriname, op de plantages. Niet alleen Suriname, maar ook in het Caribisch gebied is gekeken. Dus naar Haiti en naar Cuba en naar Brazilië. Omdat er toch wel samenlevingen zijn die ook overeenkomstige kenmerken met Suriname hebben. Er is gepraat over, als je zegt, je bent op zoek gaan naar je eigen geschiedenis. Hoe kan je geschiedenis het best vinden, reconstrueren? Zo zijn dus een viertal workshops georganiseerd. In dit voorjaar, waarbij mensen als professor Lamuur, Hein Eerste, noem maar op, James Aarduin, Surinaamse wetenschappers, een viertal workshops gedraaid hebben om mensen de vaardigheden aan te leren en inzichten natuurlijk bij te brengen hoe ze door middel van een staanboom, want een staanboom is een unieke middel om je eigen familiegeschiedenis te leren kennen, hoe ze zo'n staanboom kunnen maken. Het is eerlijk, want er veel bij kijken hoor. Heel veel mensen denken het is heel makkelijk, maar het is heel moeilijk. Het is vaardigheden, bijvoorbeeld hoe je archiefonderzoek moet doen. Als je naar een archief gaat, waarop moet je letten. En zo zijn er veel van dingen aangereikt aan de mensen. En er zijn heel wat van onze Surinamers, Afro-Surinamers. Die nu erg hard bezig zijn te werken aan het vinden van hun eigen familiegeschiedenis door middel van een staanboom. Dus dat is Sabi Rutu. Ik heb ook begrepen dat we hier in dit gebouw heel veel lezingen hebben gehad van mensen die ja ook zeg maar ten aanzien van andere landen waar zwarte strijd hebben gevoerd toch mensen zeg maar willen motiveren om toch te kijken naar de manier waarop dingen zijn gebeurd waardoor we zeg maar onszelf kunnen vinden en kijken hoe we verder moeten gaan. Zeg ik het goed? Ja, is heel goed. Kijk, we lopen het over die strijd. Dan denk ik wellicht aan die strijd gedurende slavernij en daarna. Dan zie je dus dat heel wat dingen niet zozeer vanzelfsprekend als meer overeenkomsten zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Cuba, als je kijkt naar Lamde Aus, Brazilië, naar Haiti, dan zie je dat hun verzetstrijd in vergelijking met de Omtse van onze grootouders in Suriname, denk aan de Maroms in het binnenland, dat het gewoon overeenkomsten zijn, dat het kenmerken zijn waarvan je zegt van ja, oh, dat is ons ook overkomen als Surinamers. En dat is hen ook overkomen als Haitianen of nu noemen ze zichzelf Haitianen, maar voordat Haiti in de republiek was. Of een republiek werd. Dus zo moet je dus, zo zie je dus dat datgene wat je dus doet aan de ene kant wel uniek is, maar dat er ook mensen zijn aan de andere kant van de wereld die diezelfde ervaringen ook hebben opgedaan. En wij proberen door middel van deze lezingen ja, een tipje van die sluier te lichten. Ja, het is een stukje geschiedenis en geschiedenis het leven, maar geschiedenis wordt op diverse manieren, hoe zeg je dat, aangevoerd, geïnterpreteerd, verklaard. En wat we proberen te doen is aan de ene kant boekenkennis wat in de boeken staat, maar niet alleen boekenkennis, SEC, maar ook boekenkennis die als het ware bijeengebracht is door zwarte wetenschappers. Dat is ook van belang. Van met welke bril, ik bril natuurlijk, maar met welke bril zet je dus op? Je kan bijvoorbeeld, ik zeg dus niet dat niet zwarte wetenschappers geen juiste weergave kunnen geven of juist interpretatie kunnen geven van die geschiedenis. Maar het is toch wel ook van belang dat wij, onze mensen zelf, dat we zelf gaan schrijven over onszelf. We hebben dus een periode, of het is nog steeds zo, dat vele mensen schrijven over Surinamers. Of over Surinamers in het algemeen. Maar Surinamers zelfs, die schrijven heel weinig over zichzelf. Dus het is van belang om wil jezelf een beetje te leren kennen, dat je in de geschiedenis moet gaan duiken. Ik had geschiedenis op het gebied van
van de samenleving, slavensamenleving. Maar ook op het gezin is van de taalontwikkeling, of op van klededracht, of noem maar op, hoe mensen met elkaar omgaan. Van de zwarte muziek. Dus je kan het zo gek niet bedenken. Maar wezenlijk kenmerk is dat wij nu gaan nadenken en gaan schrijven zoals wij het zelfs ervaren. Wat ik eigenlijk, zijn de vraag die brandt op mijn lippen, is dat ik ben geweest naar een van die Sabiuruto lezingen. Ja. En daar heb ik volwassenen gezien, merendeel. Ja. Op welke manier is ASCC bezig om jongeren, zeg maar, educatief te informeren over het Sabiuruto verhaal? Oké, ik ben erg blij met die vraag, omdat dus... Kijk, het is heel moeilijk. Laat me het zo zeggen. Mensen zeggen, in onderwijsland is er een ongeschreven wet. En het is van, hoe meer mensen, hoe zeg je dat, geschoold zijn, hoe hoger de opleiding, hoe groter de kans dat ze ook afkomen op dingen die zelfs misschien niet voor hen bedoeld, eerste plaats voor hen bedoeld is. Wat ik dus wil zeggen is, wanneer je dus richt op een middenmode, zie je dat, in termen van leeftijdsgroepen, dat jongeren helaas niet zoveel komen. Er komen wel jongeren, maar niet de grote aantallen die we graag zouden willen hebben. Ik denk zelfs dat het één te maken heeft met zekere mate van interesse. En voor ons is het van belang om die interesse op te wekken. En als de interesse eenmaal is gewekt, opgewekt, is het ook zaak om interesse vast te houden. Want daar ligt die clue in. Dan zie je soms tafeljongeren verschijnen, maar dan de volgende keer zie je ook niet meer komen. Of je krijgt iets wat we ook noemen een verzadiging. Hè? Je ziet mensen komen en dan zie je plots krijg je dan een kleine groep en dan zie je dan weer een kleine opleving. Dus een manier om dit te doorbreken, deze cirkel van aandacht vasthouden, A, aandacht opwekken en B, om vast te houden. Dat proberen wij al een jaar of twee te doen door middel van wat we noemen thema-exposities. Thema-exposities, dan hoeven mensen niet zoveel aan te horen. Soms dat kan ook dat een probleem zijn, een paar uurtjes te zitten in je stoel en naar iemand te luisteren. Natuurlijk kan je ook met de inleiders discussiëren met elkaar, of discussiëren. Maar het discussiemodel is niet altijd het juiste model, het is altijd de juiste vorm. En dan gaat dat voor ieder, het is niet toe of je nu Suriname bent of niet Suriname, of je nu jong of oud bent. Of weet je, het is van belang om na te denken van hoe, in welke vorm kies je om jouw boodschap over te brengen. En een van de dingen naast de lezingen, want de lezingen die zijn dus dat is een goed medium, of via het medium van lezingen, mensen te benaderen, zowel jongeren als ouderen, is door middel van thema-exposities waarmee ik belast ben. En we hebben een paar thema-exposities gehad. We hebben eentje die morgen gaat beginnen. Ik weet niet of ik daarop deze voorschot kan nemen. We hebben een thema-expositie, ik zal even erbij houden. En dat is getiteld de expositie, nou, is getiteld de ontwikkeling van het Suriname-tongen. De ontwikkeling van het Suriname, de Surinaamse taal. Het is een manier om door middel van landkaarten, foto's, boeken, fragmenten uit van gedichten en van verhalen, proberen we dat tentoon te stellen. En dan hopen wij dat in ieder geval die groep mensen die niet erg veel van lang zitten houden en naar iemand te luisteren, dat we die groep ook kunnen bereiken. En ik moet je zeggen dat dit een heel goed middel is dat wij toepassen. En het is meer een combinatie van media gebruiken. En eerst één keer doe je meer van een lezing, andere keer doe je meer van een workshop, andere keer doe je meer van een seminar, en de andere keer doe je meer van een expositie. En al dat samen gecombineerd hoop je dan een soort maximale effect te bereiken. Ik vind het heel interessant dat mensen met zeg maar de Surinaamse taal kennis maken. Ik heb gemerkt de laatste tijd dat de heer Kwasi Korendijk en nog, ik dacht, een andere organisatie zich echt inzet om zeg maar de Surinaamse taal te introduceren, vooral bij jongeren. En ik ben toch benieuwd naar u. Ik had het laatst al gevraagd aan misschien een van uw bestuursleden, de heer Codrington. Dat geeft niet. Ja. Maar in elk geval, ik had hem gevraagd waarom die taal zo belangrijk is voor jongere mensen. Misschien wilt u het vanuit uw optiek toelichten. Ja, kijk, taal is het medium waardoor wij met elkaar communiceren.
En taal op zich is, zeggen we altijd, is neutraal. Als ik tegen iemand zeg van, ik hou van jou, nou, op zich is dat vrij neutraal taal, want taal discrimineert niet. Maar omdat mensen taal gebruiken en we ook door middel van taal met elkaar moeten praten, dan zie je de taal aan betekenis gaat veranderen. In die zin dat die neutrale positie van taal dan daarmee opgeheven wordt. Nou, leven in een andere samenleving betekent ook dat wil jij je gevoelens uiten, je door middel van taal doet. Of door middel van taal. Aan de mensen die tekenen. Jij bent een journalist, dus je kan ook door middel van beelden van andere mensen kan ook jouw taal spreken, om dat te zeggen. Maar wij allemaal moeten dus door middel van taal met elkaar communiceren. En dieren communiceren, ook via je eigen dierentaal. En voor ons is van belang dat wil je geschiedenis overdragen aan mensen. Dan kan je natuurlijk een geschiedenisboek pakken en natuurlijk ook uit het boek lezen. Maar door middel van die taal doe je veel meer dan alleen maar praten. Je brengt waarden en normen over. Je brengt zienswijzen over op anderen, op een ander of op een groep of op een samenleving. En als je zegt van je wil je eigen geschiedenis kennen, is één manier om dat met taal te beginnen. Daarom denk ik ook dat de stichting Open Fernang, je had daar net erover, van de heer Kwasi Koonendijk, die is al een jaar of 3-4 dacht ik bezig, hier in de Bijlmer en daarbuiten probeert zij, dus deze stichting, om die taal over te dragen. Als het belangrijk is, en je moet dus niet vergeten, als je de taal dus ook niet spreekt, dat jij zelf als taalspreker het gevaar kan oplopen dat je die taal dus minder vloeiend gaat spreken. Zoals ik, zoals vele anderen van ons, als we over Senang hebben. Ik versta Senang vrij redelijk, maar op het moment als het op schrijven aankomt of als het om communiceren en praten met jou in Senang komt, dan wordt het een probleem. En niet zozeer dat er daarover niet voldoende geschreven is, maar meer omdat er dus geen traditie daarin is. En dat is in de zin dat het dus niet gestimuleerd wordt. Dus dat is een van de belangrijke dingen. En wil je dus daarin verandering brengen, dan kan je natuurlijk zulke cursussen bieden aan diverse leeftijdsgroepen. Maar als je bij kinderen begint, dan is dat natuurlijk erg belangrijk ook. En het is een pluspunt, omdat dus toch wel gebleken is, deskundigen zeggen dat kinderen makkelijker talen aanleren dan volwassenen. En dat schijnt dus door veel onderzoek bewezen te zijn. Men weet niet precies hoe dat komt, maar begin met een kind een taal aan te leren, dan zie je dat het veel sneller oppakt dan bij volwassenen. Dus dat is een goed uitgangspunt van Open Senang om op kinderen te richten, wat de taalverwerving betreft van de Senang. Natuurlijk wil ik ook praten over een lectuur die in het Surinaams geschreven is. Ja. Ik weet niet als er een Surinaams woordenboek bestaat. Jawel, er is een Surinaams woordenboek. Er zijn diverse dingen. Toevallig heb ik wat materiaal hier. Ik wil je even dit laten zien. Dit is, ik weet niet of ik kan komen of de camera kan opnemen. Ik ga hem zo houden. Nou, even kijken, nu mag je. Ik zie daar het woordenboek. Ja, dus hier staat Neger Engels woordenboek van meester H.C. Fokker. Nou, het is een woordenboek uit 1855. Het is een van de oudste woordenboeken over Senang. En nou, in die tijd sprak men over Neger Engels. En we zijn dus een. Even hoor, maar waarom Neger Engels? Want ik weet niet waarom het Neger Engels genoemd wordt. Nou, je zou kunnen zeggen, een verklaring daarvoor was, of is, is hoe je tegenaan kijkt, ik zeg was, is omdat, alhoewel het Senang, anders zou zeggen, veel van de woorden. In het grote woordenschat van het Senang zijn dus van Engelse woorden afgeleid. Dat is wellicht één verklaring daarvan. Een andere verklaring is natuurlijk ook dat vanuit het contact tussen slaven en de toenmalige meesters, die taal die dan zodanig ontstaan werd of ontstond, dat die gebaseerd was op een grammatica dat Engels aandeed. Okay. Dit is een van de verklaringen. Er zijn meer verklaringen hoor, maar ja, je kan niet oude dingen verklaringen
hoe zeg je dat, aanvoeren erover. Noem een paar Surinaamse schrijvers die Surinaams schrijven. Ja. Er zijn heel wat. Ik heb toevallig eentje hier. Ik heb hier een boekje. Nou, laat me met Koenders beginnen. Dat is interessant. Deze lezing die morgen begint, hebben we ook een beetje gedaan. Zo'n beetje in het kader van die, wat ik zeggen, van die Sabiurite lezingen. Maar je zou zien in de uitnodiging refereren of verwijzen dus naar een meneer. Die werd dus Papa Koenders genoemd. En die heeft dus die gaf uit in de jaren 46 tot 56, 10 jaar lang, gaf hij dus een maandblad uit, getiteld, genaamd Voetenboy. En het was dus, het ging dus om de jaren 40, jaren 50, na de Tweede Wereldoorlog, jaren 50, jaren 60. Dat waren, als je dus de boeken op nasla, spannende jaren in Suriname. Wat is een Voetenboy? Nou, Voetenboy betekent dus loopjongen. Loopjongen. Dus letterlijk vertaald voetoe van voet en boy van jongen. En die gaf dus een maandblad uit. En zijn bedoeling was om dat Senang te stimuleren. Want ik weet niet of je het wel weet. Wellicht wel. Maar vele andere mensen weten het dus niet. Is dat met de invoering van de onderwijswet. De leerplichtwet. In de 19e eeuw. 18 zoveel in Suriname. Daarvoor waren heel wat scholen waarop in de Senang onderwezen werd. Dus het schoolmateriaal, de leermiddelen, die waren dus gemaakt in de Senang. Dus de kinderen konden dus gewoon het Surinaams op school aanleren. Maar bij de invoering van de onderwijsleerplichtwet, toen werd het opgeheven en moest men dus Nederlands op school praten. Het zij in de stad, zowel in de districten. En een van de negatieve consequenties daarvan was dat mensen begonnen neer te kijken op die taal. Zeiden, ja, eerst was het niet zozeer Negro-Engels alleen, maar eerst was het een slaventaal. En niemand was geïnteresseerd om de slaventaaltje te praten. Toen werd het een taal van de Creoolse volksklasse. En je kreeg allerlei soort namen bij. Maar een van de belangrijke kenmerken van die taal niet meer hoeven te spreken of te mogen spreken was, dat men die taal begon te minachten. Nu heb ik daarin reeds gezegd dat door middel van taal je emoties, normen en waarden overbrengt. Dus ook uit die periode stammen dus dingen zoals van wie als je neger Engels praat, om even zo dat woord te gebruiken, als je zijn naam gebruikt, dan doe je vernegerd. Of je moet je mond gaan wassen. Of je kreeg strafwerk. Ik zou nooit meer, of ik zou nooit neger Engels of zijn naam praten. Zullen we nu zeggen. Of noem maar op. En dat heeft natuurlijk. Dus de taal werd gediscrimineerd. Taal werd gediscrimineerd. En het heeft heel grote effecten. Kijk, want die taal, als het ware, is onderdeel van jouw identiteit. En als je dus niet meer in de taal kan spreken, dan loopt je identiteit een flinke schade op. Ik wil toch weten wanneer de precies activiteiten zijn ten aanzien van dit gebeuren. Oké, ja, we beginnen morgen. Morgen zondag 21 november, dan staat de expositie een week. Uitgezonden valt die zaterdag. Dus we zijn elke dag open, uitgezonden zaterdag. Even kijken hoor. Zaterdag 27 november. Maar morgen, al om 2:30, 's middags beginnen wij. Mevrouw Lucia Munselaar, die gaat het voorzitten, de lezingen van morgen. En dan om 3:50 gaat Romeo Grot, die is bekende kinderboeken schrijven. En het interessante van Romeo Grot is dat hij in een Senang schrijft. Ik heb net een boekje hier, ik hoop dat ik het nog bij me heb. Oh, hier. Romeo Grot, die geeft ook van de boeken uit. En die is toevallig een boek, Chachette Milobi. Is een novelle. Is een in de Senang de taal in de Senang geschreven. Ik weet niet of het wellicht dus niet. Maar het is in de Senang geschreven. Dus zo hebben dus diverse mensen in de Senang geschreven. Onder Romeo Grot. Die gaat dus praten over Pohama. Het was een culturele organisatie in de jaren 40, in de jaren 50. Die Pohama was de uitgeefster van het blad voor de boy dat ik daar net reeds genoemd heb. Nou, die praat ook. Ik ga om 3:00 ook praten. Hopelijk, als mijn grip een beetje over is, dan ga ik praten over de Voetenboys. Niet zozeer over de Voetenboys in de algemeenheid, maar meer in het bijzonder over het verhaal van wat ik noem de Coronima. Ik ga niet veel over wijden, maar het ging over reclame, campagne die in de Voetenboys gevoerd werd door zeker Coronima. En krijgen we een korte vragenpauze. En dat tegen 4:00, dan hebben we een Sanantongo dicté. Dan gaan we een dicté organiseren waarbij Kwasi Kwarteng van de Opper Sanantongo, die gaat een hele korte dicté sessie draaien, om het te zeggen. En het idee is niet zozeer dat die mensen vloeiend Sanang moeten kunnen schrijven, maar het idee is van, mensen, kom, is leuk, doe mee.
En zo hopen wij dus dat we taalgebruik ook schriftelijk zullen kunnen gaan stimuleren. Oké, okay. We zijn in de ASCC. De naam Kwaku, dat is een bekende naam. Ik zou in heel kleine bewoordingen van u willen horen. Als ik een naam noem, wat u zeg maar in gedachten krijgt. Oh, oké. Okay. Als ik Kwaku zeg. Paramaribo en vrijheid. En als ik Nelson Mandela zeg. Dan zou ik zeggen vrijheid van afro-zwarte wereld dan ook. En als ik zeg Martin Luther King. Sterkte, in ieder geval doorzettingsvermogen. En als ik zeg Louis Farrakhan. Ook doorzettingsvermogen en kritisch zijn. Meneer Reizen, ik dank u heel hartelijk voor dit gesprek. Graag gedaan. En ik hoop dat we volgende keer wat uitgebreider kunnen ingaan op de dingen die we hier doen. Ik wil nog één ding zeggen. Ik wil de mensen mogen niet kunnen komen. Dan kunnen ze expliciet nog bezichtigen tussen maandag tot vrijdag van 1 uur tot 8 uur 's avonds. Datums. Dus maandag is 22 tot en met vrijdag... Het is 26 november van 1 uur tot 8 uur 's avonds. Hier in het centrum. Hier in het centrum. En volgende week zondag beginnen we om 3 uur met de lezing van Hein Eerste, die gaat praten over taalstandaardisatie van het Suriname. U hebt het gehoord. Sabi Yurutu, ASCC, Kwaku. U bent welkom. Dit was Suriname Anders Bekeken. Ik en de heer Reizen, bedankt voor het kijken. Ja, dankjewel. Okay.